Yo. Nou, goede avond mensen. Zoals je ziet zijn we met de karretjes onderweg. Hoppa. Ik ga weer met broer Lief samen een lekker nachtje vissen. En ja, ik heb er zin in. Voerbootjes mee. Ja, kom aan. Donker, dus we gaan doorfietsen. Let's go. Nou jongens, daar gaan we alweer. Zo jongens, we zijn aangekomen op de stek. Er staat een lekker windje. Gelukkig is het noordwest. In plaats van noordoost. Gelukkig wel, ja. Zoals de afgelopen 4 weken was. De lucht heeft eindelijk een beetje gedaald. Ja. Dus ja, het kan eigenlijk niet anders dan goed komen. Nou, als eergisteren was hij 1030. Toen was hij gisteren 1014 volgens mij. En nu gaat hij naar 1012. Dus perfect eigenlijk. Dus ja, we gaan het zien. De karren zijn uit de... Ja, die staan hier eigenlijk. Ze zijn uit het ravijn gereden. De chat heeft het gewoon overleefd, hè. Ja, gewoon met deze constructie. Ik wil even een applausje. Dus even een SO naar chat. Met zijn kar. Ja, maar dit gaan we niet vaker doen. Dan gaan we snel opbouwen. Let's go. Hij zou niet zeggen, maar Chitty is op zich wel redelijk weer in vorm. Hij heeft natuurlijk 85 gebrengd achter elkaar. Maar de afgelopen sessie had hij gewoon 2 of 3? 2 en 9 en 12 kilo's, dat is wel ziek. Dus ik wil op zich wel weer weten waar jij mee gaat vissen. Ja, jij wil les. Jij bent 2 nachten gebrengd. Op zich ben ik wel benieuwd. Dat wil je niet zeggen, hè? Nee, ja, dat is niet veel. Pijnlijk. Maar allebei de hengels ga ik met Snowman vissen. Okay. Eentje met het wit, mooi uitgebalanceerd. En dan eigenlijk het idee is dat het een beetje zo over de bodem beweegt. En het beweegt de hele tijd omdat die vrij is uitgebalanceerd. En die andere vis ik ook met een Snowman. Dat mag je niet. Maar dan een iets andere. En een heel klein geel pop-upje. Jago One. Ja joh, ik denk we doen gewoon een schrik vandaag. Waarom met Snowman? Snowman? Ja, het verlicht het aas. En dus ook heeft de vis minder moeite om het aas op te nemen tijdens een opname, omdat het gewicht van de haak wordt niet verminderd, maar gecompenseerd. Juist. Zo jongens, je zou denken dat ik Crafty ga spuiten en dat ik even een nieuwe DW-muur ga maken. Maar dat is niet zo. Nee. Het is motorsmeer. We hebben eens een keer de tip gekregen om de handleiding te lezen. En dat heb ik verdacht eens een keertje gedaan. Maar dan moet je gewoon zo, zeem erop. Je hebt een buisje en dan... En dan moet je maar 1 seconde spuiten. Vorige keer deed ik 3. Spoot ik heel mijn handen vol. Spoot ik heel mijn handen vol. Klein beetje olie is dat zwaar, toch? Ja, en een beetje. En perfect. Dan loopt hij weer als het zonnetje. Lekker hoor. Hey, jongens, ik vis een iets korter richting dan zitten. Een zwaar stukje poetie en eigenlijk ook gewoon een gebalanceerd stukje Snowman. Hij is iets. Iets scherper bijgesneden als bij Chit bijvoorbeeld. Nou. En ik heb hem even getest. En je ziet hem mooi schuin half staan. Dus dat betekent dat hij ook snel opgepakt kan worden. Maar dat hij niet zo recht is als een normale Snowman. Daar zit nu al steeds meer dressuur op door dat iedereen zo vist. Dus ik vind het top zo. Zie ik techniek zo. Ja, kijk, en deze staan al een tijdje aan. Maar ze blijven echt lekker warm. Ja, het ziet er goed uit, hè? Top, hè? Ja, dat is wel lekker. Top, dat was een culinaire oosterje. Kijk, een lekker maaltje. En zo naar moeders. Ja. Moeders bedankt. Dus een keer gezond aan de waterkant. Ja. Met DW. Ik heb jou in even opgehangen. Ja, het is als je al ga je. Van de 14 nachten, 10 nachten vissen en je daarvan 8 nogal hamburgers eet, dan begint al een beetje te twijfelen aan je dieet. We moeten natuurlijk wel aan onze healthy denken. Ja, dus af en toe gezond moet ook kunnen, maar de burgers die blijven er natuurlijk in, hè? Ja, daarom. Hij draait! Hoppa! Kromme toppen niet te stoppen! Lekker man! Hey, we hebben een special guest! Ho! Petje gaat af! Yo chat, what happening? Ja, hij liep af. En zo hard ook, dat hoorde je wel. Mooi. Maar nu zit hij eigenlijk helemaal mee en voelt het helemaal niet zo sterk meer. Goeie knol, ben ik wel aan de beurt, hè? Ik denk, ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Ja. Zit hij eigenlijk spiegel? Daar gaan we zo meteen achter komen. Ja. Het schijnt een mooie vis te zijn. Nou. Ja, dat is wel mooi hoor. Kop omhoog.
Ja, waar zit hij nou? Oh. Zie je, hij is gewoon mooi. Hij kwam even als Ronnie de riet krapen langs. Ronnie! Ja, hij kroop even door de riet heen. Nu heb je hem tenminste goed. Dames en heren, hij is een beetje aan de drukke kant. Maar daar is hij dan. Toch nog een mooie visie. Eerste van de avond en ja, binnen anderhalf à twee uur actie. Dus dat is helemaal goud. Deze ging voor de snowman presentatie op een klein bedje met gekruste bolies. Voor de rest niks bijgevoerd. Dus dat gaan we gewoon nog een keer doen. En dan gaan we er nog even bij, jongen. Netjes, man. Wow. Lekker gewerkt, pik. Is toch lekker, jongens. Al derde nachtje op rij, geen blank. En is dat zo? Ja, dat is de wonder boven wonder, jongens. Lekker, man. Eer, daarvoor zes nachten blank, dus het is toch wel heerlijk. Lekker, man. We gaan ervoor. Bangers. Hey, hij loopt hoor. Anderhalf meter. Alweer gewoon mijn engel. Dezelfde engel. Ja. Ah, dit is leuk hoor. Wiet ze gewoon een vis op mijn engel. Zou mooi zijn als het een dik is. Zijn aan het rillen, jongens. Het is wel een reden. Ik ga even het schimnet in elkaar zetten. Twee nachten geblankt, dan moet het weer van mijn engels komen. Ik ben helemaal blij weer, joh. Ik kom helemaal tot leven. Moet het weer van mijn engels komen. Nou, echt niet. Wat een mooie vis. Lekker, boys. Zitten die zegt tegen mij van ja, ik had geen zin om een rubbertje was gebroken. Hij zegt ik had geen zin om hem te vervangen. Ik dacht, want Wiets was toch aan de beurt. En hij gaat gewoon af. Ja, en hij zit beter gehaakt dan dat hij met een rubbertje zat. Ja, maar dus zitten, kan... doe het voortaan zonder rubbertjes. Ja, dat vind ik goed advies. Soms kan je er niks aan doen, jongens. Nou, hij geeft nu precies 10 kilo aan. Maar de mat moet er nog af, dus zal wel 9, denk ik. 9, 9,5 kilo worden. Dat is best netjes hoor. Hey? Dat is zeker niet netjes voor een zondagavond. Kijk eens, jongens. Lekker visje hoor. Echt mooi land hoor. Ik heb op zich best wel geluk op dit water de laatste tijd. De laatste vissen zijn allemaal boven de 8 à 9 kilo geweest. Terwijl het best wel een redelijk knolgeputje is. Misschien is het al de tijd van het jaar, want het is nog koud. Er wordt nog weinig gevist. Ja, misschien dat de grote vis dus actief is. Ja, maar het is echt een mooie. Je hoort wel vaker in de winter hoor, dat grotere vis meer actief is. Maar ja, ik zal even de andere kant voor u laten zien. 9 à 9,5 kilo dus. Dat is lekker sterk, goed door de slip. En ja, weet je, we zijn 3 uur aan het vissen, Max. En gewoon nog twee vissen op dezelfde engel. Ja, de pakengel. Strawberry crush. Best wel 2 graden voor. Ik denk dat het weinig slaap wordt. Ik hoop dat het weinig slaap wordt. Hij mag gaan. Ho, dat is toch mooi. Ik zit hier lekker binnen, hè. En Wiets heeft een vis gevangen op mijn engel. Dus dat betekent dat hij hem ook weer gereed mag maken. Lekker, zoals jullie zien, kapot, staat hij in de volle regen. Ja, dat is lekker hoor. Dat is lekker. Ja, ja, lekker man. Derde al, joh. Gaat lekker hoor. Derde voor 12 uur. Niet normaal. Kom top, hè. Wel lekker hoor. Ah, zo krom gaat hij niet. Nee, ja, hij zwemt helemaal mee. Hij heeft meewind. Hey, joh, ben je nou aan het pissen? Ja, ja. Oh, hij zit er al in. Ja. Jongens, het is echt een brazen formaat karper. Het mooie dat ik ook gewoon echt een dikke vis op jouw engel. Ja, dat is echt weer bizar. Dit is dan mijn engel. Ja. En ben ik wel aan de beurt. Ja, dat is wel kut. Hey! Nou jongens, ja, jullie zien het. Een mooi klein visje. En ja joh, je ziet toch dat de paai heeft gewerkt. Maar echt altijd leuk om te weten. Maar hij mag zijn oma en zijn overgroot oma gaan halen. Ja, zeker omdat ik aan de beurt ben. En ja, eerste kleinzus. En daar is zijn overgroot. Huis zijn altijd groot, dus dat vind ik goed. Oké. Diep hier. Is nou een giebel van Kuiper? Ja, nou, het leek meer een giebel. Oh shit! Hij is gehard! Yes. Dit is denk ik wel een aardige vis. Kuiper erin. Echt een heerlijke run. Zo. Ik ga een lamp pakken. Aardig los. Vis 4. Zo, die run. Die run was abnormaal. Nee. Je lult. Je bent volgens mij. Zo, ik dacht dat hij eraf was. Kijk. Zo, ik schrok me echt dood. De kijker schrok ook. Telt hij dan? Ja, dan ben je echt lul. Ja, dat ben ik toch wel, hè? Ja, dan ben je echt ik heb toch wel een mooie vis gevangen. Op zich ben ik wel tevreden. Maar, dit is denk ik geen knol. Nee? Ja, ik weet niet. Het meezwemmende vis kan je altijd niet goed inschatten. Nee. Zo, die run, hè? Ik denk, er komt gewoon, rook uit mijn soundbox. Ja. Ik denk, dat is niet goed voor dat ding, hoor. Ik zat ook al zo. Zo. Daar, als ik je daar niet wakker van werd. Ja, daar is hij. Zo, die. Jongens, daar zijn we weer. Leuk visie. Wel een knolletje nu.
Maar ja, die run die was niet normaal. Ja, die was bizar. Echt, er kwam stoom uit de saunabox. En de drill had op zich ook nog een goede hoop. Tot die vlak voor de kandels, toen kwamen er nog een paar spurt uit. En dan weet je het al van, ja, dat is een kleine vis. Maar goed, maakt niet uit. We zijn er blij mee, want het is nog voor 12. Het is net na 12. Maar in ieder geval voor het slapen. En het is al de vijfde vis. Hoppa. Niet normaal. Lekker. Helemaal gaan. Nou jongens, ik heb de voerbeurt alvast weer buiten gezet. Want hij ging weer af. Ja. En het gaat als de brandweer. Echt niet normaal. Of voor het slapen, is het nou de 6 of 7? Het is de 5e. Nee joh, helemaal ja, niet. Ik 2, jij 2. Ja. Zullen jullie zien, hij heeft een soort oude wond op zijn buik. Maar op de een of andere manier ziet het er zo of goed genezen uit, of het is gewoon van oorsprong. Tuurlijk denk niet. Ik. Grap. Denk je niet? Nou, we hadden in de reacties weten dat je het ongelijk hebt. Het is natuurlijk niet van de oorsprong. Ja, het zou toch kunnen? Het ziet er echt gewoon zo alsof het erbij hoort. Nou, ziet het uit. Nou, jongens, in ieder geval een mooi schuppie. En ja, joh, het loopt als een tierenlier. Ja, joh. Het is nog voor 1e, 5e vis. Het is lang geleden dat ik zo lekker heb lopen slachten. Dus mooi. We gaan gewoon weer het lijntje uitvaren. Gaan we kijken hoe lang het volhoudt. Ja, dan zien jullie zo weer. Ja, dat wil ik niet. Grap. Werken man. Aan. Ik wil je eigenlijk een H5 geven, maar dat mag in deze tijd niet. Nee, dat doen we zo. Eigenboog. Hoppa. Lekker man. Kind nog lang. Nou jongens, mooie rietvorm. Nee joh, geintje, mooie karper. Hij is nog best mooi eigenlijk. Ja, dat zei ik toch? Ja. Dag hè. Ik denk dat is knol hier, maar het valt tegen. Val mee. Val mee. Nee, okay. Hij mag gauw weer terug. Yo, snel een fotootje en dan let's go. Zo jongens, morgen. Het is een uurtje of 10. En eigenlijk zijn die vangsten helemaal stilgevallen. Sinds een uurtje of 3 hebben we niks meer gevangen of geen aanbeet gekregen. Het is nu 10, dus we hebben op zich al lekker een paar uur geslapen. Maar wel vreemd dat het zo is gegaan. Ik ga eens kijken bij de kleine man hoe die er aan toe is. Of die al wakker is. Hallo. Hey. Hoe is het? Ken hem net? Ja, raar. Echt heel raar. Ik snap het ook niet. Maar op zich wel lekker geslapen. Ja, ik ben alsnog wel moe. Maar alsnog echt raar. Ja. Kwart over 2 voor het eerst een oog dicht gegaan. En ongeveer toch? Ja, kwart over. Of ik weet het niet eens meer. Oh. Voor mij kwart over 2, half 3. En daarna gewoon geen vis meer gevangen. Hoezo? Echt heel raar. Even nieuw uitvaren. Ja. En dan even koken. Top. Ja, dank. Yo. Yo. En? Ja, er zit echt nog een kleinere vis aan dan die kleinste van vannacht. Zo, ik wil hem even verversen. Die swingen die zat precies op hetzelfde, helemaal geen pieper gehad. En dan opeens zit er een vis. Brasem. Het is een brasem. Die telt niet. Nee, die telt zeker niet. Ja, we zien het. De beste rol. Mooi in de onderlip. Ja. Hij krijgt aas niet eens. Aas niet eens in zijn bek waarschijnlijk. Ik vond het al raar dat het stilgevallen. Dit is best wel een reden. Zo, kijk eens. Lekker botten. En onze dit is kijk wel. Mooi eitje. We zijn een keer omgedraaid. Mooi eitje van mij doen, hè? Niets is ineens aan het vallen. Top in zo'n pannetje. Perfect. Ze bakken gewoon niet aan. Kijk jongen, ik heb hem ook. Goeie wel ketchup erom natuurlijk. Dat moet je niet vergeten. Nice. Zelfs in ogen niet. Nee joh. Nee. We gaan nu even makkie koffie onderzetten. Lekker, lekker man. Jongens, ik vond het al gek dat we na 2 uur, 2:30 hadden we geen rum meer gehad. We snapten er geen reet van uit. We werden 10 uur wakker. Even alle engels opnieuw uithalen. Er zat aan mijn engel, dus 1 brasem. En bij Chit was de 1 engel rond te piepen, was die verplaatst en stond de swinger omhoog. Ja, dan heb je 2 kansen minder. Die andere liet het even afweten. Maar verder echt een goede sessie gehad. 6 runs. We hebben sinds lang tijd echt niet zo heel goed gezakt. We zijn ook flink moe, maar hij was echt meer dan waard. We zijn echt gezond bezig, hè? Ja, het is bizar. Wat hebben we er nog meer op het vuur staan? Soep. Ik kreeg geen burgers in de mooie. Soepie van moeders. Kijk dan, joh. En dan werken eitje op. Dat is het leven. Top. Gezond, hoor. Wij overleven het wel. Healthy things. Yeah, baby. Nou, zoals je ziet, het is een beetje een zooitje op de stek. We zijn begonnen met opruimen. Misschien dat die nog 1 keer afloopt. We hebben nog de lijntjes opnieuw uitgevaren. Met verse aas. Alleen maar gekruste bolies. Dus ja, we gaan het zien. En anders zien jullie. Nou jongens, dit was het dan. De sessie. Wietse is nog lekker aan het opruimen terwijl ik al klaar ben. En ja, vond je het nou leuk? Doe een duimpje omhoog. En tot volgende week, 3:30.
En dan zien we je dan. Abonneer voor meer. Later. Zo, Eetcafé Westgaag. We zijn weer ingepakt. Afval mee jongens, afval mee. Afval mee, let's go, we gaan. Oké, dit gaat leuk worden.